een vraag voordeel. Om de algemene voorwaarden op je website te plaatsen en dat een beetje mooi te doen met Visual Composer, geef ik je een korte handleiding hoe je dat mooi en pakkend kan doen. Klik op element toevoegen, klik op tekstblok, vul hier voorwaarden in, selecteer een H1 tag en centreer dat. Klik vervolgens op bewaren, het plusje onderin en dan knop. Vul hier de tekst in, download voorwaarden. .pdf. Vul nog geen link in, dat doen we zo meteen. En als je wil, nog een mooie achtergrond. Dat doen we potloodje hier. Een achtergrond, dat vereist wat uitleg. Je klikt op design opties. Je vult hier min 20 in. Je vult hier min 20 in. Je klikt op het plusje hier om de foto, de achtergrond, te selecteren. Nou, wat meestal mooi is, is om een beetje een wazige achtergrond te kiezen of iets wat heel gaal is. Stel de afbeelding in. Klik hier op de opties bedek. Dus dat de achtergrond niet meerdere keren naast elkaar komt, maar dat die dekkend is. En klik dan op Save Changes. We hebben nu een titel, een knop en een mooie achtergrond. We publiceren de pagina om te kijken of we ook een beetje tevreden zijn met wat we net gemaakt hebben. Dat doen we zo. Oei, nee, dat ziet er niet uit volgens mij. Waar ligt dat aan? We gaan terug, we gaan naar de knop en we gaan hem als eerste centreren. Dat doen we hier. De knop mag voor mij betreft ook een kleurtje, bijvoorbeeld oranje. Verder zie ik dat er erg weinig ruimte is hier en dat hier nog een witte ruimte zit. Dat komt omdat die 20 pixels hier, die we er net afhaalden, min 20, niet genoeg is. We moeten er nog meer van afhalen. Bijvoorbeeld min 50. Verder wil ik hier meer ruimte tussen en hier ook. Dat er meer speling is. Dat doe je bij pennen. Hier kun je bijvoorbeeld 150 pixels en hier ook invullen. Waardoor hij dus 150 pixels boven lege ruimte weer geeft en onder ook 150 pixels lege ruimte. Nu ziet het er zo uit. Ik vind het al wat beter, maar ik zie dat de achtergrond hier ophoudt. Dat heeft een reden. We hebben hier bij de rij deze optie vergeten te veranderen. Hier moet je namelijk invullen stretch row. Zijn we er dan? Nou, wat mij betreft wel, maar hier zou nog een mooie tekst kunnen. En dat doen we door weer op plusje te klikken, hier tekst te schrijven, het op te slaan en het hier tussen te plaatsen. Wat me opvalt is dat die wel erg veel uitgestrekt is. Die tekst die had me wat betreft hier al kunnen ophouden. Dat doen we door de kolom in te korten. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er een 3-3. Dus drie rijen. Dat kun je als volgt invullen. 1 derde plus 1 derde plus 1 derde rij. Bijwerken. Je sleept dit midden toe. Klik op bijwerken en ziet dat dit stuk behoorlijk is ingekort. Je kan nog een empty space toevoegen. Dat voor de ruimte tussen voorwaarden en de tekst en voor de tekst en de knop zorgt. En dan als laatste die knop nog klikbaar maken. Want als je nu klikt gebeurt er niks. Dat heeft een reden. Je kan niet zomaar een link toevoegen. We moeten eerst die voorwaarden van ons uploaden. Dat doe je via media, nieuw bestand. Ik selecteer nu mijn voorwaarden. Die upload ik hier. Ik klik op bewerken. En ik kopieer de link hier van het bestand. Het bestand dat ik net geüpload heb. Namelijk die voorwaarden. Die voorwaarden die plak ik in de URL van deze knop. Dat doe ik hier. Klik op opslaan, klik op bijwerken, ik ga weer terug naar de pagina, ik ververs hem en zodra ik erop klik, zie ik dat de voorwaarden worden geladen. We hebben nu een vrij nette voorwaardenpagina.